De man van de goals, 3 goals. En ook vandaag weer in de gaten te houden. En dus geen Karsela op het middenveld. Shamir, Cimerot en Raskin. Dat is Gilles. Fijn. 1-2'tje, dat lukt wonderwel. Raskin, de hoek is scherp en de goal. Het is gebeurd, Standaard. Zowaar op voorsprong het vele balbezit. Ook beland met een doelpunt. Montagnier. Ja, er was wel wat geluk mee gemoeid, maar Van Hamel geklopt. 0-1. Nog eens het doelpunt. Nou, Pieter Maat die weet natuurlijk dat hij er moet van afblijven. Oh, super save. Super save van Hamel. Die had wel een beetje geluk dat die bal nog redelijk centraal was gekopt. Van Gavarie op die corner van Lestienne. Kijk eens, kwam daar zomaar ingelopen. Wordt dat dan een spits voor de spits? Venati voor Oularen. Venati, prima doorgekopt. Lestienne en opnieuw van Hamel. Dat is nu toch al... gaf me iets wat een ongelukkige indruk dat hij er nu al af moest. Onstuimig en tegen de paal. Wat een trap. Aannemen. En trappen. Goede linker. Van Hamel. Die was er vrij gerust op. En het doel. Sanusi. Sanusi voor Holthauser. Holthauser. Bodaar die niet kan klemmen. En nu opletten. Ruimte op het middenveld. Raske. Lestienne, ooit zal het wel eens lukken, zeker ooit zal het wel eens lukken en het lukt hem. Het is 0-2. Lestienne had al een kans of 2-3 gekregen. Telkens lag Van Hamel in de weg, maar nu is het bingo. Kant was het. Weerschot in de aanval, werd wat mogelijkheden. Daar net nog Di Soudali aan het werk gezet. Di Soudali, weerschot blijft voetballen, blijft op zoek gaan. De paal, bijna de eerste goal van Suzuki. Andere kant met Fai. Lestienne, Fai, 1-2'tje, dat lukt voortreffelijk. Lestienne, Tapsoba en Oulare. Oulare, tweede paal en hij hangt in de touwen. De 0-3, overwinning nog wat meer glans gegeven. En ook Oulare op het scorebord. Nog niet vandaag. Wat een wedstrijd van Lestienne natuurlijk. Perfecte assist. In de eerste helft was het stukken minder, maar in elk geval ruime overwinning voor Standaar hier op het veld van Weerschot. Eindstand 0-3 en dat betekent dus dat Standaar...